Dit is Smaakmakers. Mijn naam is Segerd van der Linde. Leuk dat je luistert. Ik heb eigenlijk uit iedere fase in mijn leven wel boeken die iets hebben bijgedragen aan de manier waarop ik kook. 18 kookboekentips. Ja, in deze Smaakmakers krijg je waar voor je geld. Of nou ja, geld. Smaakmakers is natuurlijk gratis. Maar mocht je toch iets over hebben voor deze podcast, check dan eens petjeaf.com/smaakmakerspodcast. Daar kun je de podcast financieel ondersteunen. Dat kan eenmalig of voor een klein bedrag per maand. En doe je dat laatste, dan krijg je ook de bonuspodcast van Smaakmakers erbij. Maar goed, deze aflevering is gratis. Ik schoof weer aan bij Suzanne Arets voor ons tweemaandelijkse onderrondje. En ter ere van de Kookboekenweek bespreken wij samen onze favoriete kookboeken. En om het feest compleet te maken heb ik ook nog wat oude bekenden van Smaakmakers naar hun kookboekentips gevraagd. Die vind je trouwens allemaal in een handig lijstje op smaakmakerspodcast.com. Goed, voor nu geniet van een klein uur kookboekengeklets met Suzanne Arets. Suzanne Arets, zitten we weer. We zijn er weer. Zo, wat een periode heb je achter de rug eventjes. Ja. We hadden het over jouw boekpresentatie de vorige keer. Die is inmiddels geweest. Klopt. Dat was een goed feestje. Dat was niet mis, nee. Nee, ik moet zeggen, meestal, ik krijg wel eens vaker uitnodigingen voor boekpresentaties. En vaak laat ik ze dan een beetje langs me heen gaan. Ik vaak maandagavond, dan kan ik niet. Dan moet je weer in Amsterdam om 4:30. Ja, dat is met 2 kinderen geen optie. Ja. Maar deze kon ik natuurlijk niet laten liggen. Was een goed feest. Dank je wel. Leuk. Goed geregeld, goed georganiseerd. Ja, dat goeie was, mensen. Dat was wel een projectje, ja. Ja, dat geloof ik, ja. Ja. Dat was ook echt once in a lifetime. Ik zeg niet snel. Nou ja, ik ben eigenlijk best wel vaak, dat doe ik nooit meer. Maar dit doe ik echt nooit meer. Nee. Het was uiteindelijk 57 centimeter. 15 borrelplank. Ja, ja, wereldrecord. Het was ook leuk, want ik stond daar met Palami. En met van de Spice Trip. En met wie nog meer? Oh, met Sarah van de Pasta Queen. Ja. En we hebben gewoon zo. Je kon zo langs de twee lange tafels lopen. Die 15,53 meter, zei je. Hè? Ja. En we hebben ze gewoon langzaamaan. Zijn we ze gewoon in een uurtje tijd of zo, anderhalf uur tijd. Zijn ze langzaam langs gelopen. Ja. Zo alles. Oh, die is lekker. Oh, die moet je doen. Die moet je combineren. Oh, dat is goed. Ja. Zo langzaamaan. Dan kwam je aan de andere kant. Kwam je er ook weer iemand tegen. En dan stond Katings. Ja, die moet je doen. Die is ook heel lekker. Dat was heel. Ja. Dat was heel goed concept. Zouden ze vaker moeten doen. Het was bizar. Het was. Nooit meer. Nooit meer. We hebben 3 dagen lang echt in totaal, denk ik, 40 uur staan koken met iedere dag 6 mensen in de keuken. Om 130 hapjes vers te maken. En dus inderdaad 15,5 meter te kunnen vullen. Het was een project waar ik maanden mee bezig ben geweest. Qua planning. Wat maak je op maandag, wat woensdag nog steeds lekker is. Ja. Hoe sla je alles op? We waren te gast in het Anders Hotel in Amsterdam. Nou, daar heb ik een hele koelcel mogen gebruiken. En een eigen keuken. En nog een cool locatie erbij. Een merk wat had geregeld dat ik bakjes kreeg. Mm. Zodat ik ook alles wat we maakten goed kon, hygiënisch kon bewaren. Ja. En dat werd daarna gerecycled. En we hebben ook gelet op duurzaamheid. Ja, bakjes die je mee kon nemen ook nog. Iedereen kreeg een mooi bakje. Goeie lunch de dag daarna. Als afscheid mocht een bakje gevuld worden van wat er op de tafels nog lag. 9 A4'tjes aan boodschappen. Het was echt het grootste project, denk ik, wat ik in mijn leven gedaan heb. Ja. Maar te gek dat het gelukt is. Tof. En dan is je boek er. Ja. Het volgende staat alweer op de planning. Maar goed, het boek is er nu, deze. Ja. En krijg je dan, wat dan? Dan de volgende dag, dan ben je thuis en dan. Dan is het grote zwarte gat. Ja, dat denk ik ook, ja. Alleen had ik daar dit keer niet zo heel lang tijd voor, omdat er nog een boek af moet dit jaar. Ja. Ik weet inmiddels na 5 boeken hoe het een beetje de cyclus gaat. Van de hype, van de lancering, naar daarna het grote niks. Omdat ik fysiek ook echt niet meer kon. Nee. Want ik had mijn enkel gescheurd vlak voor de lancering. Dat hadden we er nog niet bij verteld. Super handige timing. Maar je hebt hele goede timing met je voeten en je benen. Dat is echt altijd. Dat was echt top. En ik ben daarna nog een keer gevallen. Dus heb ik nog mijn kuitspieren erbij gescheurd. Dat is echt fantastisch. Superleuk. Superleuk. Maar meteen dus ook rust. Ja. Heel veel je moest. Rust. Want er moest een heleboel hersteld worden. En dat had ik ingecalculeerd. En daarna was het weer volle bak focus voor het barbecueboek. Ja.
En dat, nou ja, ik heb nog 4 weken tot de deadline. Ja, nou goed, daar gaan we het dan een volgende keer wel weer over hebben. Wanneer komt die? Heb je al een datum? 11 april. Ligt hij in één kom. Oh ja, ja, ja. Lekker dit voorjaar. Ja, we gaan het voorjaar achter de barbecue schuiven. Heel goed. Heerlijk. Lekker, ik heb er zin in. Ja. Zo, nou, wij zitten hier weer om ons 2 maandelijks onder rondje. Maar ik heb natuurlijk ook, ik bedoel, vorige keer was het zo'n succes. Ja, The Jar. The Jar, als je er meer van wil horen. Het is het Smaakmakers Culinaire Vragenpot. Als je die wil meer van horen, dan check je petjeaf.com/smaakmakerspodcast. Voor de speciale bonuspodcast, waarin ik mijn gasten regelmatig vragen uit dit potje voorschotel. Tenminste, ja, je hebt een beetje zelf invloed. Je moet hem zelf, je mag zelf grabbelen. Oh ja, ja, invloed. Ja, een soort van invloed, ja. Ik heb nog geen nieuwe vragen. Ik heb een lijstje met nieuwe vragen. Maar als jij nog vragen toe wil voegen als je luistert, dan kan dat. Moet je me eventjes een bericht sturen op Instagram of zo. Linkjes vind je in de show notes. Dan praat ik ondertussen de tijd vol. Grabbelen. Wat is je favoriete specerij? Oh ja, die heb ik pas beantwoord in een bonuspodcast met Marijn Giespers. Toen zei ik basilicum. En ik denk dat dat nog steeds wel zo is, omdat ik... Wat ik zo leuk vind is dat als je dan in de winkel bent en er staat daar zo'n basilicumplantje, dan ga ik altijd even met mijn handen erheen. Altijd. Dan ga ik met je handen erheen. En dan vervolgens ruik je vingers gelijk naar basilicum. Dat en dan ik ga heerlijk. Ik heel streng zijn. Basilicum is geen specerij. Ik weet het. Dat zeiden we, concludeerden we toen ook. Het zijn kruiden. Dat weet ik. Ja, nee, dus als het om specerij gaat, dan ga ik voor komijn. Komijnzaad. Komijn. Ja, oh ja. In gemalen of in vaste vorm. De zweetsok onder de... Ja, specerijen vind ik dat. Mijn vrouw is ooit met een nicht een weekendje, een periode naar Istanbul geweest. En toen ze er terugkwam en de eerste keer dat ik weer iets met komijn maakte, toen... Het ruikt naar zwetende mannen. Ja. Dat was de geur van Istanbul, zwetende mannen. Dus sindsdien, als ik iets met komijn kook, dan zegt ze oh ja, zwetende mannen. Ja. Ja, lekker, dank je, lief. Nou, ik heb ik zin in. Ja, ik heb net mijn hele kruiden- en specerijkast opgeruimd, omdat het altijd zo'n verzamelbak wordt aan... Ik heb alles keurig op alfabet staan, maar er komt er van alles tussen liggen. Dus nu is het een enorm strakke kast. En ik zou niet zonder kaneel kunnen. Mm. Gemalen kaneel, kaneelstokjes. Ik vind het zit in mijn gin. Ja, ja, ja. Daar is een reden voor. Ik vind het iets heel bijzonders aan warmte toevoegen. Ook op hartgerechten. Ja, dat vind ik het coole van kaneel. Ja. Dat het allebei kan. Klopt, in stoofschotels is kaneel echt, nou ja, je geheime wapen in feite. In een curry. Ja, absoluut. Een kaneelstokje mee laten pruttelen. Klein beetje warmte erin. Klaar. Kaneel, heel goed. Mag ik er nog eentje? Ja, vooruit. Ja? Ik vind dit zo leuk. Man. Dit is leuk, hè? Ja. We zouden ook gewoon elke twee maanden alleen maar dit kunnen doen. Ja. Oh, doen we. Vragen van iedereen, ja. Oeh, welke keukengadget moet iedereen in huis halen? Ja, oi, oi, oi. Welke gebruik jij het meest thuis? Als ja, kijk het. Wat versta je onder keukengadget? Ja, wat versta je onder gadget natuurlijk? Weet je wel, kijk, het meest gebruik je gewoon een goed mes en een snijplank. Maar dat is natuurlijk geen keukengadget. Nee. Keukenapparaat misschien. Ik denk dat ik het allerblijst ben. Ik heb er nog niet eens zo heel lang, denk ik 1,5 jaar of zo. Maar met mijn spice grinder. Specerijen, ja. Hoe noem je dat in het Nederlands? Koffiemolentje. Ja, koffiemolentje is het eigenlijk. Maar ja, maar ho, dan moet je de podcast met Marijn Giespers luisteren. Voor koffiemalen heb je iets anders nodig dan voor specerijen. Dat is even een kleine disclaimer. Klopt. Ja. Maar inderdaad, ja, nee, ik denk dat maakt het zoveel makkelijker om zelf je specerijen mixen te maken. Voor curry's, voor stoofschotels, voor wat dan ook. Ja, ja, ik denk dat dat voor mij wel nummer 1 is. Ja, ik ga toch naar een iets groter apparaat. Mijn power blender. Oh ja? Ja, dat is echt... Nou, die gebruik ik denk ik een aantal keren per week. Mm-hmm. Voor soep. Oh echt. Ja, ja, ja. Nou, er wordt niets lekkerder dan een romige soep van gewoon groenten met bouillon. En dan flink de blender erop. Maar ik maak er ook espresso martinis in. Als ik geen zin heb om te shaken. Grown-up smoothie noemen wij hem dan. Ja, ja, ja. Nee, ja, dat is toch wel echt mijn go-to elektrisch apparaat. En als we het hebben over niet-elektrisch, dan denk ik toch dat mijn raspen de beste keukengadget aller tijden zijn. Ja, absoluut. Ik vind citrusrasp ik vind dat zo'n waanzinnige toevoeging op bijna alles. Het is eigenlijk een soort basic bijna al die in de keuken moeten hebben. Gewoon goede rasp. Want ja, inderdaad. En ik heb hem in het fijn, ik heb hem grof. Ja. Ook altijd van een vast merk. Maar ja, ik denk dat dat toch wel echt onmisbaar is. Ja, ja.
qua gadget. Ja, ja, inderdaad, als je qua gadgets hebt zonder stekker eraan, dan zijn dat wel echt een must, inderdaad. Ja. Ja. Hoewel ik stiekem ook nog steeds wel bedoel, het is zo'n ding wat je maar voor één ding kan gebruiken. Dus eigenlijk is het heel stom. Maar ik vind zo'n ananassnijder stiekem ook altijd wel heel handig. Ken je dat apparaat? Die ja. Gewoon, hè, de snijder. Ik heb er al 3, denk ik, weggegooid, omdat ik ze iedere keer koop en daarna denk... Dit kan echt ook op een andere manier. Wij gebruiken het ding, denk ik, 2 keer in het jaar. Ligt altijd in een laadje te verstoffen. Ja. Je moet altijd even afspoelen, want hij is eigenlijk net een beetje vies geworden in die periode. Maar ik weet niet, ik vind het dan toch van de week was ook weer. Van de week? Ja, weet ik niet. Pas hadden we ook weer een ananas ergens. Ja, ja, dat toch. Hè, dat is, maar wij noemen dat keukenlijken inmiddels. Ja. Maar dat zijn van die... Je hebt op internet en YouTube ook van die video's van die mensen die dat soort gadgets gaan testen, weet je. Die dan 1 ding kunnen. Ja. Eigenlijk is het totaal zinloos. Nee, het is kansloos. Maar het is echt zonde. Deze gebruik ik toch nog steeds. Maar, goed, de laatste. Ik pak er nog een. Allerlaatste. Dat mag jij. En dan gaan we het eens even hebben over het allermoeilijkste thema. Oh. Ja. Doe er nog maar een paar extra. Wat eet je het liefst in de herfst? Oh my god, wat een vraag. Een mooie vraag voor nu. Het is natuurlijk lekker herfstig. Holy hell. Stoofschotels en soep. Ja. Maar soep is een beetje mijn go-to antwoord op alles. wat is je comfort food? Soep. Waar zou je nooit meer zonder kunnen? Soep. Ja, stoofschotels. Ik heb er vorige week eentje op de barbecue gemaakt met wild zwijn. Oké, ja. Niet het meest voor de hand liggende ingrediënt. Nee, maar als ik je toch 1 ding mag lekker, denk ik. Aanraden. Ik twijfel nog of ik hem al online ga zetten. Of dat hij alsnog in het barbecueboek komt. Of dat ik hem nog bewaar voor een ander moment. Maar dat was echt goddelijk. Dus ja, en ik heb een Italiaans stoofschotelrecept op de site staan. Die ook nu, ik zie het aan het bezoekersaantallen. Ja, dat zal wel, ja. Dat mensen heel graag weer stoofschoteltjes maken. Ja. Maar die is ook echt geweldig bij pasta. En ik vind ze zo veelzijdig. Weet je, ik ben opgegroeid met Limburgse ouders. Dus Limburg soervlees is, nou, de geur alleen al ben ik gewoon direct terug thuis. Ik maak hem zelf ook nog steeds en ik maak hem ook op de barbecue. Maar je huis is echt, er kan geen geurkaars tegenop. Je huis, als je stoofschotels maakt, ook groentestoofschotels. Oh my goodness. Ja, met bonen of met kikkererwten of zo. Het is echt lekker. Ja. Goddelijk. Oh, echt. Mijn oven is dus echt al een maand kapot. Oh. En hoe kijk, dan? Ik weet het, stoofschotels kun je natuurlijk gewoon... kun je natuurlijk ook op het fornuis maken, weet ik. Maar er staat er altijd zo'n pan op het fornuis. En een gasfornuis, kleine kinderen, ja, liever niet. Dus ik maak het eigenlijk altijd in de oven. Maar ik zit dus echt al met smachten. Nou, zal ik je vertellen, even heel kort verhaaltje. Als je het niet wil horen, ik heb gewoon 30 seconden verder. En dan kan dat ook. Ik heb dus, onze oven is dus, we hebben in juni een nieuwe oven gekregen. Die heb ik 1 keer gebruikt. Toen ging die kapot. Oh, kinderslot ging niet meer open. Ja, nou, toen kregen we van de leverer van de winkel netjes een nieuwe. Dus we hadden in juli hadden we een nieuwe. Wat denk je, 3-4 weken geleden? Mensen die me op Instagram volgen, die hebben het gezien. Weer op slot. Inclusief 2 pizza's die in de oven lagen. Nee! Ja, gelukkig heb ik uiteindelijk... Na 2 dagen heb ik hem open kunnen pielen met een dingetje... en kon ik in ieder geval die pizza's er nog uithalen. Oh, man. Nou, netjes de leverancier. En de leverancier heeft netjes... Nou, jouw reparatie. Dus vorige week kwam er een mannetje. En we hadden verteld dat het slot kapot was. Dus dan denk je... Hij neemt in ieder geval een nieuw slot mee. Nee, dus... Ja, het slot is kapot. Ja, dat weet ik. Nou ja, volgende week komt er iemand op het slot maar erin te doen. Ja, gast. Oh. Oké, dus gisteren kwam die man. Wat denk je? Verkeerde slot meegenomen. Oh, nee. Dinsdag wordt hij gemaakt. Nou, in de categorie keuken tools. Ja, zo eentje waar je niet zonder kan. Nou ja, ik zou echt niet zonder mijn oven kunnen. Nee, ik zit zo echt al een maand. Ik 2 heb. Ja, dat geloof ik. Maar. Ik heb altijd gezegd 2 is een beetje onzinnig. Maar nu denk ik, nou. Nee hoor, kan het je aanbevelen. Ja, maar goed, zodra die oven weer klaar is, gaan de stoofschotels gemaakt worden. En dan eerst een hele classic met ontbijtkoek en spekjes en appelstroop. En dan gaan we verder. Ja. En vanaf daar gaan we rustig verder. Verder terugkomen tot de vraag, herfst. Ik ben altijd heel blij om het eerst weer met pompoen te maken. Ik ben een beetje puristisch, ik doe dat alleen maar in de herfst. Maar ik ben altijd heel blij als ik weer pompoen kan maken. Ik krijg het er thuis niet door. Echt niet? Nee. Oh. Ik heb een gezin dat alles eet behalve zoet groenten. Oh ja. Dus pompoen niet, aubergine niet, zoete aardappel niet. Alles wat ik lekker vind. Oh, zonde. Behalve als ik pompoen pancakes maak. Ja, oké, ja. Waar ik verse pompoen voor gebruik. Maar nee, helaas. Oh, Geen pompoen in dit huis. Ja, nee, dat is altijd zodra het herfst is, pompoensoep. Ja, en dan, love en vanaf it. Vanaf daar inderdaad. Dat is net als met die stoofschotel. Altijd eerst pompoensoep en dan gaan we rustig. Ja,
geroosterd overal, in een curry. Maakt niet uit waarbij. Overal in een pasta, in een risotto, overal in. Wij doen dat met spruitjes. Bij ons is spruitjes de number one groente in de herfst. Nou, ik heb dus van de week, vorige week heb ik jou over spruitjespasta. Het is een beetje een variant, want volgens mij ging in die van jou gaat ricotta, volgens mij. Of wat was het? Slagroom. Slagroom. Ja. Heb ik een oud recept? Je hebt niet ja, wel, ik heb jouw recept gevolgd. Oh, ja, maar het, kan, maar ik het is wel heel oud, want er stond nog bij mijn peuter vindt dit ook lekker. Toen dacht ik, die peuter gaat volgens mij bijna naar de middelbare school inmiddels. Die zit inmiddels op de middelbare school. Oké, okay, ga even kijken welke dat was, want wij zijn dol op spruitjes. Ja, nou, dit was ook echt wel voor het eerst dat ik hem zo maakte. Kijk, mijn kinderen vinden het nog steeds niet lekker. Nou, prima, vind ik best. Maar mijn vrouw en ik gaan het vaker doen. Ja. Nee, ons kind vraagt echt al vanaf augustus of er alweer spruitjes zijn. En is ook vrij pist op het moment dat het in april gewoon niet meer kan. Nee, dus het gewoon op. Ja, ja. En dan ben ik er ook klaar mee, moet ik je heel eerlijk vertellen. Ja, dat gaat. Dus, enige nadeel van dat recept vond ik, ik vind spruitjes schoonmaken altijd al zo'n beetje zo'n klerenklus. En dan moet je ze dus ook nog gaan snijden. Maar je moet er even een zen-momentje van maken, zeg. Ik bedoel, dat is gewoon je zen aan de keuken counter. Ja, nee, dat was het aan tafel. Mijn zoon zat in mijn peutertje, zat ernaast puzzels te maken. En ik zat, het was al heel idyllisch, was het verder. Ja. Heel goed. Goed. We schuiven het potje terzijde. Ja. We pakken stapel bij. Stapel. Laten horen. Kijk, maar niet opgetild. Zo. En dat zijn alleen nog maar jouw favorieten. Ja, dit zijn alleen nog mijn favorieten. Ik bedoel, ik moest in een rugzak proppen. Daar hadden er nog wel een paar bij gekund, hoor. Ik heb wat laten zitten. Ja. We gaan het hebben over kookboeken. Ja. Als deze podcast online komt, is het kookboekenweek. Ja. En wij dachten, nou, een prima gelegenheid om het eens over kookboeken te gaan. Hartstikke leuk. We gaan het niet hebben over genomineerde kookboeken, over prijswinnende kookboeken, maar gewoon over onze favoriete kookboeken. Ja. En niet alleen onze favoriete kookboeken trouwens. Want ik heb een paar mensen gevraagd om ook hun favoriete kookboek ook aan te prijzen. Ja. Weet je, ik heb het niet zo precies voorbereid. Ik precies weet wanneer ik ze ga laten horen. Maar zal ik er anders nu vast twee laten horen? Ja. En dan kunnen we daar vanaf daar verder gaan. Laten we eens even beginnen met die van... ik heb die van Laura de Graaf. Die toevallig ook... Hij ligt op jouw stapeltje. Op mijn stapeltje ligt. Maar daar kom ik verder zo meteen op terug. Hey, hoi. Laura de Graaf hier. Een van mijn favoriete kookboeken is het boek van Bart van Olven. Bart's Fishtails is dat. Ik heb ooit in een ver verleden samengewerkt met Bart. En ja, ik heb de recepten van dit boek ooit mogen redigeren. Dus vandaar dat ik het boek en heel goed ken. En dat het ook wel echt een plekje in mijn hart heeft gekregen. En wat ik echt fantastisch vind in het boek is dat er gewoon zo'n goede verhalen bij staan. Dat vind ik ook altijd heel erg leuk. Dat je niet alleen een receptenboek hebt, maar dat er ook wat achtergrond wordt gegeven. Je krijgt met dit, door dit boek echt een kijkje in die duurzame visserijgemeenschappen die Bart daar bezoekt. En je krijgt daarna naast ook nog eens allemaal echt super lekkere recepten. Waar je echt, nou ja, ik weet niet. Ik kan echt wel 100 recepten opnoemen die ik allemaal heb geproefd. Maar ik zou zeker aanraden als je dit boek koopt. Om dan de Thaise viskoekjes te maken. En even denken, wat vind ik nog meer lekker? De pijlinktvis met gevulde feta. Dat is ook wel echt een aanrader. Nou goed, Bart Fishtails dus. En even kijken, zullen we er nog eentje gelijk bij pakken? Want er was nog iemand die een beetje hetzelfde zei. Even kijken hoor. Dat was onze gezamenlijke kennis. Katinka Lansink Dodero. Zelf ook een mooi boek gemaakt ook weer. Mikasa Peru. Hey Suzanne Zegert. Katinka hier. Een leuk kookboek. Nou, ik vind het kookboek Java van Maureen Tan heel erg mooi. Ik vind het een heel persoonlijk boek. Prachtige recepten, mooie fotografie. Het is een lekker leesboek. Kookboeken moeten voor mij ook altijd leesbaar zijn. En het raakt me op een of andere manier. Dus ik vind dat echt een prachtig boek. En ik waan me in Indonesië als ik het lees. Kleine side note. Twee afleveringen vanaf nu zit Maureen ook in de podcast. Over dit boek. Dat terzijde. Wat ik sowieso leuke tips. Wat ik ook wel leuk vond. En ik dacht, daar gaan we maar eens even aan beginnen. Ze zeggen allebei, een goed kookboek moet ook een goed verhaal hebben. Ja. Wat vind jij ervan? I love boeken die je gewoon op je nachtkastje legt en eigenlijk gewoon een paar keer in je handen pakt. En de achtergrondverhalen bij recepten. Waarom staan ze erin? Mooie intro's. Ik vind een kookboek zonder intro's en een verhaal is een receptenboek voor mij. Ja. Dat is ook waarom een van mijn lievelingsauteurs Nigel Slater is. Mm-hmm. Als je het hebt over buitenlandse auteurs. Ja, die man hoor je gewoon vertellen. En je leest het en je ziet het en je proeft het. En
bij alles denk je, ja, ik wil dit maken. Alleen omdat jij erover vertelt. Ja, ja. I love it. Ik vind het misschien nog wel belangrijker dan de fotografie. Het is natuurlijk een samenspel van recept, verhaal en mooie foto's. Mm-hmm, mm-hmm. Alleen als je het verhaal zo goed geschreven hebt dat je eigenlijk niet eens meer een foto nodig hebt, maar dat je alleen op basis van intro en ingrediënten denkt, ja, wil ik, vind ik heel knap. Ja, dat is wel knap. Maar ik denk wel dat ik te zijn. Je noemt dan iemand van de buitencategorie. Ik heb hier op mijn stapel het eerste boek van Nigella Lawson liggen. Hoe te eten, dat is ook zo één, weet je wel. Ik kocht die toen ging ik op vakantie naar Engeland. En heb ik gewoon meegenomen in de koffer om gewoon af en toe daar te lezen, weet je wel. Het zijn ook heerlijke verhalen. Er staan ook niet zo heel veel foto's in deze. Dat hoeft dan ook niet. Maar dat vraagt wel echt een schrijver van de buitencategorie. Ja. En als je dat niet hebt, klopt, dan weet ik niet of ik foto's minder. Nee, ik fotografie voor mij, zeker ook omdat dat het eerste is wat je hebt. Hè? Op het moment dat je een kookboek pakt, is het eerste wat je ziet zijn de foto's in het algemeen. Kijk, een kookboek zonder foto's kan ik me niet voorstellen. Want je eet ook met je ogen. Ja. Ik vind het samenspel het allermooiste wat er is. Alleen er zijn een aantal auteurs die dat zo goed kunnen dat je bijna geen foto meer nodig hebt. Nee, nou, ik ben het wel met Laura en Katinka eens. Ik vind het zelf ook het allerfijnst als een boek een verhaal heeft. Ja. Als ik iets leer over een land, een cultuur, een bepaalde techniek, iemand, een persoon. Absoluut. Kan het ook zijn. Dus het moet meer zijn dan een verzameling recepten voor mij, inderdaad. Hoewel ik ook weet, ik heb ook als mensen gesproken die zeiden, ik wil gewoon zoveel mogelijk recepten voor mijn geld. Ik wil gewoon waar voor mijn geld. En waar voor mijn geld is, dat er op elke pagina een recept staat, punt. Ja. Nou ja, en dat doet de Bijbelreeks natuurlijk heel slim. Ja, bijvoorbeeld, hè? Ja. Dat is echt gewoon veel recepten voor je geld. Ja. Tegelijkertijd vind ik dat ook minder ziel hebben dan een boek waarvan je ziet dat er een stempel van een auteur op zit. Dus ik denk dat beide boeken iets bieden afhankelijk van wat je zoekt. Maar zeker in het geval van buitenlandse keukens, waar je zelf veel minder verstand van hebt, is het natuurlijk heerlijk dat je aan de hand meegenomen wordt door een auteur die of uit het land komt, of er heel lang gewoond heeft, of zich de keuken eigen heeft gemaakt, of noem maar op. Maar er zijn zoveel verschillende type kookboeken dat je daarmee dus ook heel mooi eigenlijk iedereen die iets zoekt kunt bedienen. Ja. Of het nou single topic is, of over een land, of één specifieke keuken, of één ingrediënt. Weet je, er is echt voor ieder wat wils. En de meest gehoorde opmerking die ik altijd krijg is, ja, maar er zijn al zoveel kookboeken. Wat voegt het dan nog toe? Ja. Ik denk juist doordat iedere auteur iets meebrengt dat het anders maakt, bedien je dus eigenlijk een hele grote doelgroep van mensen die van lekker eten houden. Ja, maar dat vind ik dus wel heel belangrijk wat jij hier zegt. Een auteur moet iets meebrengen. Want ik krijg ook wel eens boeken onder ogen waarvan ik denk, ja, dit is inderdaad een blogger of een chef die zijn beste recepten gebundeld heeft. En dat zijn vast hele goede recepten. En dat zijn ongetwijfeld lekkere gerechten. Maar vind ik niet zo heel spannend. Want ik denk dan, ja, tuurlijk. Maar leuk. Wij zijn natuurlijk ook wel een beetje verwend, Segert. Ja, dat weet ik. En weet je, er zijn heel veel BN'ers die volgens mij nog nooit in een keuken hebben gestaan of daar amper te vinden zijn met een kookboek wat echt duizenden exemplaren verkoopt. Ja. Wat ik al zei, iedere doelgroep heeft wel een kookboek waar die heel gelukkig van wordt. Dat is ook het mooie. Maar dat maakt ook dat het gewoon nog steeds heel leuk is om ze te maken. Ja, nou, daar wil ik het andere keer met je over hebben. Over gaan het we maken. Doen. Dat, gaan dat, we doen. Dat is een heel thema op zich. Ja, oh. Het is een leven op zich. Ja, dat bedoel ik. Nee, dat is natuurlijk, ik bedoel, je hebt mensen die natuurlijk jaarlijks een kookboek uitbrengen. Weet je wel, bijvoorbeeld Karin Luiten of zo. Of Yvette van Boven, die gewoon al jarenlang elk jaar een boek uitbrengen. Kijk naar Jamie Oliver. Jamie Oliver. Kijk naar Donna Hay. Nou weet ik dat Jamie Oliver en Donna Hay ook een heel team hebben. Hè, met tuurlijk receptbedenkers, testers en dat soort dingen. En dat hebben we, zo ver zijn we in Nederland volgens mij nog lang niet. Nee. Nee, ik denk dat je dan kom je uit bij Miljuska of zo. Die natuurlijk rondom haar blog en haar eigen imperium dat ze heeft opgebouwd. Inderdaad wel een team om zich heen heeft.
Maar inderdaad, de meeste kookboekenschrijvers hebben dat niet. Jij hebt geen team om je heen met mensen in dienst die voor jou je recepten testen. I wish. Nee, maar goed, ik heb sinds 2019 ook ieder jaar een boek gemaakt. Ja, dat is waar, ja. Het is namelijk ook wel het meest verslavende om te doen. Omdat het zo leuk is. Ja. En omdat je nog steeds iets kunt toevoegen in kookboekenland. Ja. Goed, dan gaan we dat nog maar een keer. Hè? Een andere keer. Hey, zometeen heb ik nog een paar reacties van nog een paar mensen die gereageerd hebben. Ik dacht eerst even van ons. Ik heb één boek meegenomen dat heeft mijn kookstijl veranderd. Heb jij ook zoiets? Oh ja, ik wist natuurlijk dat we het hier over gingen hebben. En ik heb echt, nou, ik wil niet zeggen uren voor mijn eigen boekenkast gestaan. Maar ik heb eigenlijk uit iedere fase in mijn leven wel boeken die iets hebben bijgedragen aan de manier waarop ik kook. En ik denk dat ik toch echt naar het allereerste begin terug moet en de credits moet geven aan Jamie Oliver. Ja, ja. Ik heb een periode al zijn boeken gekocht. Ieder boek dat er verscheen. Nou, daar ben ik echt op een gegeven moment mee gestopt, want ik kreeg het niet meer in de kast. Nee. De man is echt niet normaal productief. Is niet bij te houden. Nee. Alleen hij heeft de wereld van toegankelijk koken voor mijn generatie. God, dat klinkt echt heel oud. Maar nee, ik maar denk ook voor mijn generatie. Ja, hoor. Ik denk voor de. We zijn niet zoveel verschillen ook weer niet. Maar dus. Nee, maar de generatie die nu kookboeken koopt. Ja. Ja. En die nu zelf voor hobby of wat dan ook in de keuken staat, heeft hij wel echt de wereld geopend. En zijn Naked Chef. Eerste kookboek was voor mij echt een soort revelation van... Ja. Wow, oké. Zo kan het zo ook. Kan het ook. Ja, ja. En ik noem altijd het voorbeeld dat ik... no shame aardappelpuree uit zakjes maakte. Omdat ik gewoon niet beter wist. Terwijl ik echt best wel opgevoed ben met lekker eten. Alleen ja, dank je wel Jamie voor de wereld die daar open ging... na het boek en de serie Naked Chef... Dus ik denk als we het hebben over wie stond er aan de basis... Ja. Van heel veel dingen die ik nog steeds doe zoals ik ze doe... maar ook zijn manier van kijken naar eten en kinderen... en wat dat voor mij met smulpaapje betekent. Oh heeft. Ja, ook kan. Ja, de oorsprong ook, van daar alles. Daar is ook heel veel mee bezig geweest, ja. Is Jamie Oliver voor mij wel echt de... nou ja, de guru en de... Ja. Ja, Jamie Oliver, mij ook. Ik heb mij ook wel een plekje. Niet per se zo'n boeken. Hoewel, het zit op twee momenten in mijn leven. Kwam Jamie Oliver op de manier om de hoek. De eerste keer was toen ik mijn eerste baan had. Voor het eerst bij de radio. Toen maakte ik onder andere werkte ik voor een programma op zondagavond. 2:00 's nachts was dat. Dus maandag was vrij. Maandag was ik vrij. Dus op maandagmiddag dan ik weet niet meer waar het was. Was het 24 Kitchen of was het misschien wel RTL zoveel? Net vijf heeft hij volgens mij heel lang... Die hadden dan 's middags 2 afleveringen Jamie Oliver. En als ik dat dan gezien, daar keek ik dan. En als ik dat gezien had, dan wilde ik zelf die keuken induiken. Zo, ja. Daar werd ik gewoon enthousiast van wat hij daar deed. Zijn enthousiasme, het toegankelijk maken van wat iedereen dacht dat heel ingewikkeld was. Nieuwe smaakmakers... hij heeft denk ik een hele generatie aan het koken gekregen. Vers koken gekregen die daarvoor gewoon geen idee hadden. Hij was ooit een keer bij MasterChef Australia te gast, weet ik nog. En toen kondigden ze hem aan. He learned millions how to cook. Ja. Hij heeft miljoenen geleerd hoe te koken. Ja. En dat klopt ook. Absoluut. Ja. Het andere moment dat hij in mijn leven kwam... was toen mijn oudste zoon geboren was. En toen had ik 3 weken vrij daarna lekker... En toen was, dat was 24 Kitchen, die was toen zijn 30-minute meals en zijn 15-minute meals continu aan het herhalen. Die heb ik heel veel gekeken toen. En dan kom je in zo'n periode dat je natuurlijk een klein kind hebt, dat je niet zoveel tijd hebt om te koken. Nou, ik heb heel veel van die recepten heb ik toen inderdaad gemaakt. Daar ben ik hem wel een beetje kwijtgeraakt, moet ik heel eerlijk zeggen. Daar werd het voor mij een beetje te veel op de gimmick van koken in plaats van op de inhoud van koken. Ja, ja. En 9 van de 10 keer was het natuurlijk gewoon niet binnen die tijd. Nee, was voor ons nooit voor ons gewone stervelingen was dat niet te redden. Want... Nee, de man heeft ook best wel veel missers gemaakt. En zeker in zijn horecatijd. Maar nogmaals, aan het begin van alles staat hij staat ook onderaan in de kast als de basis van mijn hele boekenkast. Ja. Een hele rij met alleen maar Jamie Oliver. Ja. Ja. Nou, ik had het dus over een boek dat mijn kookstijl verandert. En ik kwam erbij, ik heb het er ook wel eens verteld.
is Bonen van Joke Boon. Ja. Het is echt, het is sowieso, het is een, het is, ik zal sowieso proberen om zoveel mogelijk linkjes even naar alle boeken die we bespreken, als het even kan, ergens weg te zetten, dat je een beetje makkelijk erbij kan komen. Maar sinds dit boek uitkwam en dit had, ben ik zoveel meer pulvruchten gaan eten. Ja. En zoveel meer ook gewoon op, weet je wat, het was vaak, weet je wel, met tortillas of zo, iets Tex-Mex, dan ging er een blikje kidneybonen doorheen en dat was het dan bij ons. En ik merk nu pas hoe goed dit is en hoe makkelijk het kan zijn en hoe lekker het is. Dat vooral. Ja. Zij heeft, Joke, er is ook, ik heb ook een keer een podcast met haar opgenomen, ook onder andere hierover. Maar zij heeft dus een jaar lang elke dag iets met peulvruchten gegeten. Het was jaar van de boon of zo. En hij heet Joke Boon, dus nou, hè, dat was 1 en 1 is 2 natuurlijk. En zij heeft dat een jaar lang gedaan. En dan kom je dus op zulke leuke dingen uit die zo... Zo makkelijk zijn soms of zo. Ze heeft kikker, wat ik heel vaak gemaakt, kikkererwtenburgers in een saus met wortel en melk. En dat is echt, dat is zo lekker. Ja. Dat is echt zo'n herfstgerecht. Echt zo comfort food. Die is echt fantastisch. Je knikt. Ja, nee, maar ik hou van peulvruchten. En ik moet zeggen, wij eten ze best wel met regelmaat, omdat ik ze heel veel gebruik als vervanger voor vlees. Ja. Om toch, weet je, lekker eiwit en dat soort dingen binnen te krijgen. En ja, Joke is gewoon sowieso een fantastisch mens. Dus haar boeken zijn heel bijzonder allemaal, omdat ze zo ontzettend gedegen ook zijn. Ja, ja. Het klopt allemaal. Ja. Ja, ja. Ja, dat vind ik wel. Dan gaan we naar een ander themaatje, zijthemaatje. Een kookboek moet wel kloppen. Ja, ik kreeg ook dus via mijn Instagram iemand binnen die zei van, ik ben zo benieuwd of kookboekauteurs hun recepten soms wel ook echt testen. ik kan alleen maar voor mezelf spreken en zeggen, hel ja, want er is niets ergers dan een recept in een boek wat gewoon achteraf niet klopt. Ja. En ik heb het wel eens gehad dat ik een recept had gemaakt, opnieuw getest. Toen dacht ik, nou, hij is er klaar voor. Ik denk, ik maak hem nog 1 keer. En hij mislukte en ik kon niet achterhalen waar het aan ligt. En toen heb ik hem geschrapt. Omdat ik, als het niet klopt, je het risico niet kunt nemen dat mensen geld uitgeven aan iets waar ze dan niets mee kunnen. Dus ik kan in mijn geval zeggen dat alles getest wordt. En voor het barbecueboek zelfs 3-dubbel getest, omdat je ook nog eens met rook en vuur en barbecue te maken hebt. Wat het, hè, dat is al minder. Ja, werkelijk. Ja, dat vraagt al iets meer techniek. Ja. En ik weet van een heleboel van mijn collega-auteurs dat er gewoon echt heel veel tijd wordt gestoken in het herhaald testen van recepten. Ja. Als je kookboekenschrijvers volgt op Instagram, dan zul je ook af en toe wel eens een oproepje voorbij komen. Ik heb ook wel eens wat getest voor mensen. Nou ja, en als het op papier staat, kun je het niet meer aanpassen. Nee, dat is het. Hè? Kijk, op je blog kun je nog eens een keer een tikfoutje wegpoetsen. Absoluut. En je kunt ook, want soms hebben recepten ook wel te maken met temperatuur en zeker bij degen, dat soort dingen. Ja. Er zit ook een foutmarge in omdat mensen hun recept niet goed lezen. Ja, dat is ook. Of toch iets aanpassen omdat ze iets niet in huis hebben, weet je wel. Klopt. Ja, dat is ook altijd het risico. Ja, maar ik zeg altijd, in principe moeten ze foolproof zijn. Ja. Idiotproof eigenlijk. Dus dat zit in zowel de receptuurbereiding als in de manier waarop je het opschrijft. Ja. Nou, ik heb dus nog een paar tips van een paar oude bekenden. Bijvoorbeeld kreeg ik net binnen, vlak voordat ik hier naar binnen stapte, van Esther Erteman. Goedemorgen, Zegert. Suzanne, Esther hier van Esther's Cookery in Amsterdam. Nou, 1 boek om aan te raden. Dan zou ik Over Koken en Eten van Harold McGee op dit moment aanraden. Een geweldig boek, heel veel informatie. Heel veel informatie over groenten, over smaken, over bereidingswijzen. Sowieso, hoe meer ik kook, hoe meer ik kookboeken lees en gebruik, hoe meer ik ook zie het belang van gewoon heel veel kennis over eten en over producten en over temperaturen. Dus momenteel raad ik eigenlijk alle boeken aan die vooral heel veel kennis meegeven. En dan is dit echt je go-to. Harold McGee, onthouden. En dan heb je het over weer een categorie kookboeken. Harold McGee. Voor de nerds. Bijna. Echt, dat is, ja. Ja, voor de nerds, denk ik. En ik denk dat kennis fantastisch is. Ik denk dat alleen dat niet de voornaamste reden is dat mensen een kookboek kopen. Ik denk dat mensen vooral geïnspireerd willen raken
Soms overigens ook boeken gewoon alleen voor de mooie in de kast zetten. Of kijk mij eens alle... Kijk eens wat ik heb. X, Y of Z boeken Jamie Olivers van... ergens onder de, in mijn koelboek. Nou ja, daarom heb ik ze dus staan. Ook niet allemaal. Of Otto Lengi. Of, ja, ja. Weet je? En kennis is natuurlijk fantastisch. Maar als het goed is, als je een kookboek koopt... staan daar recepten in die daar al voor een deel op gebaseerd zijn. En voor mij zijn kookboeken... eigenlijk vooral heel veel inspiratie of mooie verhalen. En wat ik heel grappig vind, is dat ik heb een boek van Joshua McFadden. Dat heet De Zes Seizoenen. Mm-hmm. En dat gaat puur over groenten. En ik ben door de jaren heen steeds meer met groenten gaan koken als basis. Dus niet als bij, maar als basis. En het enige wat ik daarin hoef te doen is in de index te kijken... wat heb ik in huis of waar heb ik zin in? Ja, ja. En dan krijg ik inspiratie. En dan ga ik daarna vervolgens mijn eigen gang... omdat ik denk, superleuk recept, maar ik doe het zo. Of ik ga toch iets anders maken. Maar ze zijn voor mij vooral voor inspiratie bedoeld. En zeker dit soort boeken die bijdragen... ook aan een andere manier van koken. Dus veel meer groente gebaseerd. Daar zit die kennis vaak al... in het boek en in de vorm van bereiden. Ja, ik denk dat Harold McGee is echt een schrijver voor een schrijver voor de schrijvers. Snap je wat ik bedoel? Ja. Het is echt voor de mensen die inderdaad professioneel bezig zijn met eten, met koken, met smaak. Ja, kijk, als je achtergronden wil, is dit een fantastisch boek. Als je wil weten wat een Maillard-reactie is bijvoorbeeld. Nou, de meeste mensen zal het echt geen lore interesseren, maar er zijn gewoon, ja, het is heel veel kennis. Ja, en dat is leuk als je ervan houdt. Klopt. Ik heb het boek wel eens uit de bieb gehaald, deze. Uit de bieb gehaald en toen een beetje ingebladerd. En toen weer teruggebracht. Want het is, nou ja, het is niet voor mij. Ik heb hem ook in huis. Maar het is niet het boek wat ik wekelijks uit de kast pak om te gebruiken voor mijn recepten of wat dan ook. Nee. Eentje die ik er wel vaak bij pak. Ga ik nog eventjes gaan weer even door, als we het toch over de groenten hebben. Ik heb echt alleen maar dikke boeken mee, op de een of andere manier. Ik weet niet hoe het komt, maar alleen maar dikke. Deze mag ik met dank aan mijn goede vriendin Tamar. Met wie ik heel vaak kookte. Toen ze nog in Nederland woonde, want ze woont op Curaçao nu. Zonde. Maar dan zij had het had deze van Hugh Fearnley. Ja. Volgens mij schrijf ik het zo. Veg. En more veg. River Cottage. Meer veg van de River Cottage. Ik heb ook een keer bij een van zijn restaurants gegeten. Dat is ook een aanrader. Fantastisch. Heel erg. Heel goed en toegankelijk en relaxed. Ik heb een aantal boeken van hem ook in de kast staan. En hij is een van de Britse klassiekers die recepten kloppen altijd. Klopt. En deze is met groenten in de hoofdrol. En love it. Hij ontbreekt in mijn kast, bedenk ik me nu. Dus misschien heb ik een lijstje na deze uitzending van boeken die ik ook wil. Ja, dankjewel, Segert. Ja, deze is echt... Ja, de veg en de more veg, meer veg, die heb ik dan weer niet. Maar die is ook tof. Maar wat ik zo heerlijk vind, is dat het groente zo lekker toegankelijk is. Ja. Het is zo simpel en toegankelijk, maar inderdaad, het laat groente de hoofdrol pakken. Ja. En ik denk dat dat soort boeken waarbij je eigenlijk je manier van koken bijna verandert. Ja. Vanwege de inspiratie die je door dit soort boeken krijgt. Ja, en dat zijn dan ook boeken die je gewoon vaker uit de kast pakt. Want dat is natuurlijk het risico. Dat is het, ja. Met, ik kijk naar mijn eigen kast met weet ik veel hoeveel planken en delen. Hoe vaak pak je een kookboek uit de kast? En dat is voor mij een van de overwegingen om een boek te kopen of niet, is ga ik er 2 recepten uit maken of ga ik er 20 uit maken? Ja, dat is zo'n statistiekje toch? Gemiddeld maken het mensen 3 recepten volgens mij uit een kookboek. Ik denk nog niet eens. En het hoeft ook niet, hè? Maar het is zo zonde als je geld uitgeeft aan iets wat je daarna niet meer gebruikt. Ja. Welk boek pak je er wel bij? Zijn er boeken die je er vaak bij pakt? Nou, Joshua McFadden is er echt wel eentje. Omdat ik de basis van groenten... vind ik gewoon echt fantastisch. Ik moet heel eerlijk zeggen dat de Koekjesbijbel van Rutger ook zo'n boek is. Maar dat is ook omdat ook bij Rutger altijd alle recepten kloppen. Ja. Ja. En ik heb nog steeds... Ik heb heel veel boeken van Yvette van Boven. En dat waren een van... na Jamie en alle Britse auteurs... was dat een van de eerste Nederlandse auteurs die ik kocht.
Ja, en ook bij Yvette, de manier van kijken naar eten en het toegankelijke ervan. Ik hou niet van chefy kookboeken. Ik hou niet van boeken waar ik 6 winkels voor af moet voordat ik de ingrediënten in huis heb. Dus ik moet zeggen, als ik niet beroepsmatig kook, wat natuurlijk best wel lastig is als je 2 boeken zelf aan het maken bent, zijn dat wel echte boeken waar ik op terugval. Ja. Ja, chefy boeken, dat is ook een goeie. Dat is ook nog een hele categorie. Ik heb zelf een boek van Heston Blumenthal. Uit Engeland, inderdaad, buitencategorie. Dat is een 3 sterren, magician, jarenlang. Dat is niet eens een chef meer. Wat die man allemaal doet met eten is bizar. Zijn boek is... Het is superleuk om door te bladeren. Ja, maar je kunt er niks mee. Maar je doet het nooit. Nee. Dat vind ik echt heel erg jammer. Ik moet zeggen, ik heb een boek van Joris Beidendijk in de kast staan. Die is ook wel weer toegankelijker dan de meeste chefy boeken. Heston Blumenthal is natuurlijk echt buitencategorie. Ja. Met welke reden koop je een kookboek? Is het puur voor de mooi? Is het voor op de koffietafel? Wil je het iedere dag uit de kast pakken? Het zijn allemaal overwegingen om een boek wel of niet te kopen. Ja. Hypeboeken, bekende Nederlanders boeken, ze zijn er allemaal. Je bent van alles ermee. Ja, ja, maar ik denk de boeken die je al 10 jaar in de kast hebt staan en die je nog steeds met liefde pakt, ja, dat zijn uiteindelijk gewoon de... De klassiekers. Zijn de klassiekers. Ja, eentje die het gaat worden, denk ik, bij mij thuis. Ja. Die ik heel vaak erbij pak. Waar ik het ook al eerder over gehad heb, denk ik. Maar sowieso heb ik er een podcast over gemaakt. De Bijbel van de Indiaanse Keuken. Ja. Dus toch even hebben over die Bijbels. Ze zijn een beetje... De ene helft, denk ik, nou, leuk. En er zijn er ook een paar bij waarvan ik denk... Ja. De landenbijbels zijn fantastisch. Maar dat is omdat het... Daar zit ziel. Verhaal. Ja, dit vertelt een verhaal. Ja, daar zit ziel in. En daar zitten auteurs achter die... een verhaal te vertellen hebben. En Maureen is natuurlijk ook met een Bijbel begonnen. Klopt. Het is een hele mooie springplank voor dit soort keukens die in Nederland graag gegeten worden, maar vaak als moeilijk of ingewikkeld of complex worden gezien. Ja, of we kennen een soort slap verwesterd aftreksel van. Ja, zijn dit natuurlijk de boeken die de deur openen naar ontzettend veel. En ik wil alles maken uit... De Bijbel van Paulami. Ik wil alles nu al maken uit haar nieuwe boek. Ja. Ik wil wel ook altijd heel graag dat iemand het voor me maakt. Ja. Maar ja, weet je, die landenbijbels zijn fantastisch. Ja, ja, ja. Dit is mijn liefde. Maar ook omdat ik de Indiaanse keuken echt fantastisch vind. Ja, dat oog. Hou op, schei uit. Nou goed. Laten we nog eens even een paar bekenden erbij hebben. Want we hadden het inderdaad over verschillende soorten kookboeken en zo. Ik kreeg ook een reactie van de mannen van Wat Schaft de Podcast. Gezellig. Hij zegt en Suzanne. Jullie vroegen aan mij, en aan Jonas, wat onze favoriete kookboeken zijn. En toevallig hebben wij daar net wat over gezegd in Bestellen kan altijd nog. En daar zeggen we eigenlijk dat een perfecte kookboektip altijd een persoonlijke tip is. Want het hangt er heel erg vanaf hoe goed je kan koken. Het hangt er erg vanaf of je inspiratie zoekt of juist achtergrond. En het hangt er ook vanaf wat je al in kookboeken hebt. Want kookboeken passen in een kookboekencollectie. Maar twisting my arm, als je mij zou vragen wat is jouw favoriete kookboek, dan kies ik er 2. De eerste is deze, Regan Daily in the Sweet Kitchen. Het zijn overigens allebei boeken die ik al 20 jaar heb of zo. Dit is een boek waaruit ik echt heb leren bakken. Ik ben nooit een bakker geweest en dit boek was het eerste boek waarmee ik dacht... Ik vind bakken leuk en bovendien legt het heel goed uit. Het is echt een boek dat wil zeggen heel weinig plaatjes en heel veel tekst. Maar ontzettend degelijk en dat ik het zo vaak heb gebruikt... zie je dat het ook helemaal uit elkaar valt. Dus dit is echt een topper. Regan Daily in the Sweet Kitchen, dat is 1. En de andere is nog zo'n standaardwerk, dat is deze. Bocuse in de Nieuwe Franse Keuken. Daar heb ik ontzettend veel klassiekers uit leren koken. Of het nou hazenpeper is... of coq au vin, of bœuf bourguignon. Ik heb ze allemaal hieruit leren maken. En we hebben overigens net voor Wat Schaft de Podcast... dit boek helemaal gerecenseerd. Van voor tot achter is het door Naomi Keff doorgekookt. En dan zie je dat, hoewel het al tientallen jaren uit is... nog steeds een relevant boek is. Dus vanuit Wat Schaft de Podcast 2 boeken... In the Sweet Kitchen en Bocuse, de Nieuwe Franse Keuken. Ja, hij zegt eigenlijk wat wij ook al concluderen. Een kookboek, je hebt zoveel verschillende soorten. Het ligt aan de persoon wat een goed boek is. Klopt. Kijk, en dit zijn... Bocuse is natuurlijk de classic of all classics. Ja. En ik zeg altijd een boek waar vette vingers in zitten... notities bij staan geschreven. Dat zijn de boeken die je gewoon met regelmaat terug uit de kast haalt.
Maar voor iedere liefhebber is er dus gelukkig iets. Ja, want over Bocuse, dat stuk. Ja, Bocuse was een. Een chef, hè, de man die de Franse keuken heeft vernieuwd in de jaren 70, denk ik, 80, zoiets. Ja. Nou, ik weet dat pin me er niet helemaal op vast. Dat is echt zo'n chefsboek waar je het over hebt. Hè? Maar dat zijn de klassiekers. En ik denk zeker voor de mensen die houden van de klassieke Franse keuken, is dit een prachtig exemplaar om in je kast te hebben. Absoluut. Ja, een must-have eigenlijk bijna wel. Ja. Het zijn daarmee wel altijd, vind ik, vrij strakke richtlijnen. Er is weinig ruimte voor eigen inbreng. Maar als je wil leren koken, is dit een heel mooi begin om opbouw van receptuur en smaken en dat soort dingen te ontdekken. En daarna moet je er vooral lekker zelf mee aan de gang gaan. Ja. Als ik jou nou nog één tip mag geven, mag vragen van bijvoorbeeld een recent kookboek afgelopen jaar. Ik heb er namelijk ook eentje op de stapel liggen van afgelopen jaar. Ik wil ook wel eerst gaan dat jij even nadenkt. Er is heel veel moois uitgekomen. Oh my goodness. Ik laat een hele lange stilte vallen, omdat ik het. Ja, er is echt wel veel moois uitgekomen, hoor. Ja, denk ik dat ik er. Mag ik er drie noemen? Ja, het is best noemen. We zitten er nou toch. Ik vind Nosh van Esther Erteman fantastisch. Mm-hmm. Ik heb daar zoveel uitgekookt waar ik zo ontzettend blij van werd. Omdat het voor mij de deur opende naar de Midden-Oosterse keuken à la Otto Lenghi, maar dan maakbaar. Ik wou zeggen, dan niet met 25 ingrediënten per gerecht. I love de gerecht van Otto Lenghi als ik ze in zijn restaurant eet of iemand anders ze voor ze maakt. Maar nou ja, ik was denk ik de eerste die openlijk durfde te zeggen dat ik niet een hele grote Otto Lenghi fan was. Hoewel ik zijn gerechten en dat soort dingen echt briljant goed vind. Over iemand gesproken die een bepaalde keuken opengebroken heeft. Absoluut. Dat heeft hij natuurlijk gedaan. Absoluut. Dat is super tof. Alleen als je het maakbaar wil doen, dan zou ik zeggen, kies Nosh. Ja. De Kitchen Diaries van Nigel Slater zijn nu zijn verzameld werk is. Dat is mijn nachtboeken kastje of mijn nachtkastje boek. Ja, ja. Ik kan met die man gewoon alles. Als hij mij een gebruiksaanwijzing voorleest, vind ik dat ook goed. Ik hou van zijn stem, ik hou van zijn schrijfstijl, ik hou van zijn toegankelijke manier van recepten maken. En wat ik ook echt een ontzettende aanrader vind, was TLV Vegan van Yigal Krant. Omdat het de vegan keuken uit het hippiehoekje haalde. Ja. Zal ik het heel oneerbiedig zeggen? Ja, weg van de hipsters. Ja, dat kun je aan Yigal ook wat toevertrouwen. Ja, want die gaat graag zeker door alle gevestigde orders heen. Ja. Is niet bang om af en toe ergens te gaan schoppen. Nee, maar wel op een manier met een keuken die al in de basis ontzettend veel groenten en dat soort dingen gebruikt. Ja. Dus dan zijn dat er eigenlijk wel drie. Dus twee heel erg Midden-Oosters geïnspireerd, grappig genoeg. En eentje gewoon, omdat Nigel mijn grote held is. Ja, grote held. Ja. Ja, ik heb eentje echt nog heel recent, van afgelopen jaar. Niet genomineerd voor een prijs nu. Maar dat hoeft dus blijkbaar ook niet altijd. Want sommige boeken zijn gewoon van zichzelf heel goed. En kookboeken maken is geen wedstrijd. Laten we het daarop houden. Oh, ja. Natuurlijk Oostenrijk. Ik heb er ook een podcast over gemaakt. Laura de Graven. Ik weet nog dat zij, anderhalf jaar geleden of zo, twee jaar geleden, deelde van, ik ga een kookboek maken over de Oostenrijkse keuken. En dat ik echt dacht, huh? Wat? Waarom? Ja. Wat? Oostenrijk? Serieus? Meen je dat nou? En toen kreeg ik het boek in handen. En toen dacht ik, ik snap het helemaal. Ja. En ik wil nu ook wel naar Oostenrijk. En ik wil ook wel zo'n reis maken met jou achter met de motor. En dan lekker fantastische verhalen ook. Dit is zo'n boek met fantastische verhalen. Er staan volgens mij bijna meer verhalen dan recepten in. Hij ligt ook op het stapeltje naast mijn bed. Ja, geloof ik. Ja, want je kunt het heerlijk lezen. Er staan toegankelijke recepten in. Er staan ook één of twee dingen waarvan je denkt, oké, dan moet je echt even. Hè, dat is bijna een Otto Lenghi, zeg maar, die categorie. Ja. Maar het is echt. Ik was echt stom verbaasd. Over alles wat zij opgeduikeld heeft. En Laura is zo leuk. Die is zo enthousiast. En ik vind het ook echt volledig aan haar toevertrouwd om een land waarvan je in eerste instantie denkt, culinair? Ja, wat? Dit? Ja.
Maar wij komen echt al jaren in Oostenrijk op vakantie. En je weet gewoon dat er hele mooie culinaire dingen vandaan komen. Er komen wijnen vandaan, kazen. Nou, je kunt het zo gek niet bedenken. En hiermee dus weer een deur open wordt gezet naar een wereld die je niet kent. Dat vind ik het mooie van dit boek ook. Weet je. En dit boek klopt ook. Wat ik het leuke vind ook, is dat de voorkant is echt totaal anders dan welk ander kookboek ooit. Of nou, ooit, dat is niet helemaal waar. Maar wat ik recent heb gezien, hè, met een pentekening. En geen grote kleurenfoto, geen foto van de auteur, niks. Het is heel simpel, minimalistisch. Ja. Dus dat vind ik al helemaal. Ik denk, hij springt er ook uit in de kast. Ik denk, oh ja, dit dat boek. Foto's kloppen, de verhalen kloppen, de recepten zijn te gek. Ja, het is heerlijk. Ik denk dat ik dit van het afgelopen... En dan noem ik misschien wel heel veel andere tekorten. Maar ik denk dat dit misschien wel voor mij het tofste kookboek is dat ik het afgelopen jaar heb gezien. Omdat het mij zo ontzettend heeft verrast. Ja en favorieten is zo ingewikkeld om te noemen. Het is, ieder boek brengt iets. Weet je, als je er twee uit highlight, dan doe je er weer 10 tekort. Doe je alle andere tekort, klopt. Ik spreek natuurlijk heel veel kookboekenschrijvers hier. En ik spreek ze niet zomaar. Ik spreek ze niet omdat ik spreek ze allemaal omdat ik denk dat het boek en het verhaal tof is. Weet je, iedereen die hier in de podcast komt, dan kun je van zeggen, nou, daar, die vind ik tof. Maar deze heeft dit jaar wel echt. Deze heb ik ook. Misschien heb ik hem al wel 2 keer doorgelezen. Heb je er al uit gekookt? Nee, ik heb er dus nog niet uit gekookt. Dat is dan weer het gekke, hè? Ja. Dit is echt zo'n boek om te lezen. Ja. Om gewoon het verhaal te hebben. En ze hebben wel dingen voor mij gemaakt toen. Maar het is inderdaad, dit is dus inderdaad zo'n leesboek. Ja. En dit, hè, de Bijbel van de Indiaas Keuken. Ja, daar heb ik denk ik al wel 15 of 20 dingen uit gemaakt de afgelopen anderhalf jaar. Ja, de volgende keer mag je me bellen. Kom ik proeven. Dat is goed. Hé, dan doen we als afsluiting. Heb ik nog 1 reactie van 1 iemand. Jij noemde hem ook al, zo'n koekjesbijbel. Ik kreeg namelijk ook nog een reactie van Rutger van den Broek. Ha, Susanne Zegert. Hier Rutger van Rutger Bakt. En jeetje, wat een vraag. Wat is mijn favoriete kookboek? Dat zijn er echt heel veel. Zowel kookboeken als bakboeken. En dan moet ik je eerlijk zeggen, bakboeken die lees ik vooral heel veel door ter inspiratie. Gewoon te kijken wat anderen doen. Maar die gebruik ik zelf nooit zo. Want ik vind het veel leuk om zelf recepten te bedenken en zelf uit te proberen. Maar ik ben minder een koker. En zeker met groenten ben ik niet heel erg sterk. En een favoriet kookboek wat hier al tijden gewoon op de keuken ligt. En waar ik best wel heel veel gebruik van maak. Dat is Groenten van Marie Maris. Met als ondertitel Alledaagse aardappelen, elegante ertjes, zondagse zuurkool en kilo's meer. En het is gewoon zo'n fijn boek. Want je kijkt gewoon naar waar heb ik zin in of wat voor soort groenten heb ik. En ze heeft overal heel veel verschillende recepten voor. Van salades tot gerechten tot pasta's. Alles staat erin. Ik vind het een heel fijn boek. Dus op dit moment is Groenten van Marie Maris mijn favoriete kookboek. Die heb ik dus gewonnen bij een of andere Belgische wedstrijd. Oh, de Belgische Week zonder vlees of zoiets. Daar had ik mee gedaan met een wedstrijd. Had ik hem dus gewonnen. Alleen, die Instagram-account is na die week zonder vlees of wat voor week het dan ook, paf, helemaal klaar. Die bestaan nog wel, maar daar kijkt niemand meer naar. Dus ik heb al 3 keer een bericht gestuurd van, hey, hallo, komt mijn boek nog? Dus die ligt denk ik ergens nog op het bureau van een Belgische social media redacteur te wachten tot hij naar mij gaat. Ja. Want het lijkt mij dat ik kwam vorig jaar volgens mij. Toen dacht ik ook van, dat is wel een, dat is ook wel zoiets. Ja, ik vind groenteboeken echt te gek. Ja, ik ook. Ja. Het is zo'n, het is heel stom, want we koken natuurlijk al best wel lang. We weten best wel lang dat je vaak vegetarisch kan eten. Zo. Ik kook ook echt wel jarenlang regelmatig vegetarisch. Maar op de een of andere manier is het nog steeds een uitdaging. Ja, en dan is dus dat wat een kookboek moet doen, inspiratie geven, gelukt. Dat is gelukt. Ja. Nou, hopelijk hebben we jou ook heel veel inspiratie gegeven. Ik ga proberen om alle tips die genoemd zijn in een lijstje te verzamelen ergens. Check even de show notes, dan vind je hem daar wel. Moet er nog een boek genoemd worden? Is er nog eentje die je mist? Even kijken. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 planken aan boeken. Ja, er zijn er wel wat die nog ontbreken, denk ik. Ja. Ja. Nee, ik denk dat, dat we de belangrijkste gehad hebben. Ja, wel, hè? Ja. En, ik hoop dat ik volgend jaar het barbecue-schap mag verblijden met een nieuwe aanwinst. Heb zin in. Dan hebben we daar weer wat te kiezen. We hebben genoeg te bespreken. Goed, nou dankjewel dan voor nu. Heel graag gedaan weer. We zien elkaar over een maandje of 2 weer. Tot de volgende keer. Yes. Je luistert naar Smaakmakers. Mijn naam is Segert van der Linden en je hoorde mijn gesprek met Suzanne Arets over kookboeken. Alle linkjes naar de kookboeken die wij bespraken in de podcast vind je op smaakmakerspodcast.com.
Over 2 weken is Smaakmakers er weer. Dan reis ik af naar Arsen. Bierliefhebbers horen het allemaal. Ik ga op bezoek bij Hertog Jan. Meester brouwer Misha geeft mij een kijkje achter de schermen. Dat hoor je over 2 weken. Wil je in de tussentijd nog meer Smaakmakers? Check dan petjeaf.com/smaakmakerspodcast. Want daar staan inmiddels 3 afleveringen van de bonuspodcast van Smaakmakers klaar. Voor nu, bedankt voor het luisteren. En tot over 2 weken.